Oké, ik heb een model geëxporteerd vanuit Maya en die wil ik nu gaan importeren in Unity. Nou, ik heb eventjes snel deze scène aangemaakt en hier heb ik natuurlijk mijn standaard asset folder en hier ga ik even wat extra folders bij aanmaken. Nou, klik ik hier op assets. Hier klik ik rechtermuisknop, create folder, models. Nog eentje, rechtermuisknop, create folder, textures. En nog eentje voor mijn materials. Zo. Nou, ga ik in mijn models folder, importeer ik mijn model. Zo. En dan ga ik naar mijn textures en daar importeer ik mijn textures die ik heb. Zo. Nou, dan zie ik mijn model, maar als ik hem hier zo bekijk, dan zie ik al dat het allemaal wit is. Oh. En hier zit natuurlijk, ja, hier zit een material aan vast die ik heb meegeëxporteerd in mijn FBX. Heel stom, Lambert 6, dus let op die benaming, heb ik helemaal vergeten. Altijd je benaming goed doen, dan weet ik namelijk wat voor material dit is. Maar hier willen we dus een afbeelding op krijgen. Dus ik selecteer hier mijn desk en dan kijk ik hier in de inspector en dan zie ik al staan dat hij vraagt textures, waar moet ik ze vandaan halen? Nou, klik ik hierop. En dan moet ik hem even linken aan de juiste folder. En dat was die folder waar ik net mijn textures in heb gezet. Dus assets, textures. Map selecteren. En dan zie ik dat hij hier een afbeelding op heeft gekregen. En dat hij nu klopt. Het kan natuurlijk zijn dat je hem op een andere manier hebt geëxporteerd. En dat je nog even een material wil aanmaken en daarop de texture wil toevoegen. Dat kan ook. Dan ga je naar materials. Rechtermuisknop. Create. Material. Nou, noem ik een desk mat. Desk material. Dan kijk ik hier in de inspector en dan zie ik de albedo, zoals dat in Unity heet. Daar willen we hem inladen. Nou, voeg ik hem hier toe. Sluit ik hem. En heeft hij hem hierop toegevoegd. En het is een kwestie van de opslepen. Dus een iets andere texture. Daarom ziet hij er iets anders uit. En op deze manier kan je dus ook materials aanmaken en assignen.